Hallo? Hallo? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Drogaan 4TV. Na een prachtige zegen vorige week tegen Burg op 6, verzamelen de spelers zich vandaag weer op het thuisfront in Drogaan. Vandaag zullen de mannen van Drogaan 4 het opnemen tegen IM2, die vorige week ook hun eerste bekerwedstrijd gewonnen hebben. Daar zijn we weer. Het is weer aangebroken, de opstelling. Goedemiddag. Hallo. 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 Jongens, welkom bij de bekerwedstrijd. We hadden er zo'n zin aan. We beginnen met de opstelling. Jetsen Jan op een goal. Marco van Kam, links achter. Na een veel te lang opstellingspraatje van coach Richard, maken de mannen zich klaar voor de warming-up. Kom op, lekker samen. Ja, dat wel. Ik heb je boys. Hebben we er wat zin in, jongens? Ja, zeker weten. Ja, ja man, echt prutsen. Het is gewoon het spul even opraken, die is wat oor. We op leeftier. Ja, je bent beide wat op leeftier, ja, hè? Beide 30 plus aan. Je zit zo vast in je drukt zijn hakken aan. Best ondoan. Ja, dit weet ik nou. Even kijken hoe het afronden vandaag gaat. Ja, Brian. En Marco dan? Zin in? Ja, sure. Goh, dit zag er alweer niet uit. Wat vindt Mr. Katierke hiervan? Henk Katierke, hè? En we gaan beginnen. Drogaan 4 tegen Einium 2. Serieus, hè? Kom, jongens! Mooie aanname van Marco. Helaas levert hij de bal gelijk in. Jurien Visser speelt de bal door. Oh, Johan Groen! Goeie kans. Ja, oei, jongen. Draait over. Jammer. Brian! 1-0, Drogaan! Zit Jan, lange bal. Oei, de keeper heeft hem. En een corner voor Drogaan. En nog een keer, Brian in de 44ste minuut. En met deze voorsprong gaan de spelers met een goed gevoel de rust in. En na een heerlijk bakje thee start de tweede helft. Voorzet op Feijen. Schot. Naast. Zit Jan. Lange afstandsschot. In de handjes van de keeper. Mooie beweging van Stijn. Voorzet. Brian 3-0! Anjem wist nog een prachtige goal te maken, maar uiteindelijk bleven de 3 punten in Drogaan. Met een prachtige eindstand van 3-1 voor Drogaan 4. Vamos! Dankjewel, Jan. Blijf kijken voor de interviews na de wedstrijd. En aan alle sponsoren, dank jullie wel. Jan, VV Anjem 2. Vandaag in Drogaan, hoe ging het? Op zich heel goed. We zijn nog in opbouw met een compleet nieuw team. Dat moet allemaal nog zijn plaats krijgen. Maar ik ben niet ontevreden voor vanmiddag. Vorige week tegen Broekse Boys gespeeld, gewonnen, vandaag verloren. Wat ging er mis vandaag? Wat ging er mis? Niet zo heel veel, alleen Drogaan was beter voorin, efficiënt. Compact achterin en snel uitvallen en een veelscorende spits. Die wij nog niet hebben. Maar het zit eraan te komen, zeg maar. Onze spits die heeft 2 jaar stilgestaan. Dus die moet nog helemaal in zijn ritme komen. Beker is voorbij in principe, of is er nog een kans? Nou, wij beschouwen Beker eigenlijk als, meer als oefenwedstrijd. Omdat we een nieuw team opbouwen. Is dit een mooie gelegenheid om wat uit te proberen en de mensen op een goede plaats te krijgen. Dus klaarmaken voor de competitie? Klaarmaken voor de competitie, juist. Daar willen we vlammen. Nou, dankjewel. Oké, alsjeblieft.
Richard Velda, Drogham 4, coach van Drogham 4. Hoe ging het vandaag? Nou ja, het was de eerste helft. De eerste 40 minuten was lastig. AIM 2 was toch wel erg sterk. Hè? Je zag dat we het moeilijk hadden. Uit het niets Brian in één keer een goal. Een paar minuutjes later weer een goal. Toen zijn we met 2-0 de rust in gegaan. Nou, dat geeft toch wel wat verlichting. Dat je zegt van je kan de tweede helft weer wat rustiger beginnen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ik denk een knappe teamprestatie. Je zag dat richting de 80ste minuut, dat het team toch wat verzwakte. Wat nieuwe spelers erin en toen beginnen we weer wat te lopen. Dus ik denk een hele knappe prestatie van de jongens en complimenten daarvoor. Dit seizoen een nieuwe samenstelling in een team. Een paar jongens uit de hogere klasse van Drogham weg, die zijn bij ons gekomen. Hoe gaat dat? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld een Tjerk of een Tjerdjan, dat is ons centrale duo nu momenteel. Dat is goed op elkaar ingespeeld. Je ziet Tjerk is de snellere van de twee. Ik denk dat Tjerdjan de rust bewaart achterin. Ik noem het een gouden duo dit seizoen, zie ik aankomen. Beker, hebben jullie nu 2 wedstrijden gewonnen. Nog 1 te gaan aankomende woensdag tegen Broekster Boys. Competitie, ook bekend. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, ik ken de ploegen natuurlijk niet persoonlijk. Hè. Weer een nieuwe competitie. En dat moeten we weer als uitdaging aangaan. Ik denk dat we alle vertrouwen in onszelf moeten hebben. Je ziet dat de kwaliteit er is. De inzet is er. Dus ik denk alle vertrouwen in dit seizoen. Nou, succes dit seizoen. Dankjewel. Jitsian, Drogham 1. Vandaag je 2e wedstrijd gespeeld bij Drogham 4. Hoe ging het? Ja, goed. Ik denk dat wij wat stroef begonnen zijn aan het begin van de wedstrijd. Maar verder in de wedstrijd maakten we ook 2 goals en na de rust ook nog eentje. En dat was genoeg voor de winst. Jij valt in voor onze keeper, Drogham 4. Vind je het mooi bij Drogham 4? Zeker. Ik hoop hier later ook te kunnen aansluiten als het mogelijk is. En dan zou ik hier graag mijn plek willen verdienen. Vorige week heb je de 0 gehouden, vandaag niet helaas. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat ze op middenveld te veel ruimte overlieten en ze schoten me mooi binnen. Ik kon er net niet bij en alleen maar respect voor. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft.